Ik ben Danielle Postema. Ik ben hoogleraar aan de Universiteit aan de VU van Amsterdam. En ik doe onderzoek in de psychiatrische genetica. Ik kijk in mijn onderzoek naar of ik genetische varianten kan vinden die van belang zijn voor het verklaren van verschillende ziektes. En momenteel zijn dat voornamelijk psychiatrische aandoeningen, maar dat kan ook diabetes zijn of hoge bloeddruk. Dus eigenlijk elke eigenschap die we kunnen meten aan een mens, die vind ik interessant, want bijna alles is erfelijk. En in ons DNA ligt eigenlijk de code voor of mensen wel of niet ziek worden. Dit zijn al onze chromosomen. De mens heeft 23 paar chromosomen. Die komen in paren, want je krijgt altijd één setje van je vader en één setje van je moeder. Mm-hmm. En dat zijn 22 zogenaamde autosomen. En één paar, dat zijn de seksenchromosomen. En daar heb je of een XX van of een XY. En bij de mens zijn de XX'en, dat zijn de vrouwen. En bij de vogels zijn dat juist de mannen. Okay. En de mannen zijn de XY'en. En dat is altijd heel netjes geordend naar grootte. Dus chromosoom 1, dat is het grootste chromosoom. Tot en met chromosoom 22, dat is het kleinste chromosoom. En op die chromosomen, daar ligt eigenlijk onze genetische code besloten. Elke cel in ons lichaam die heeft dit complete setje chromosomen. En daar liggen ongeveer 22.000 genen. En die genen die coderen eigenlijk voor alles in ons lichaam. Die coderen voor eiwitten en die bepalen hoe de lever eruit ziet. Wat voor haar je hebt, wat voor kleur ogen en hoe je brein werkt. Dat ligt allemaal besloten in de genetische code. En als je dus inzoomt op die chromosomenparen, dan is dit het DNA. Dat is het drager van van die genetische code. Ja. Dat is een dubbele helixstructuur. Dat is ontdekt in 1953 door Watson en Crick. Die kregen daar de Nobelprijs voor. En toen zij dat hadden bedacht, dat ons DNA er zo moet uitzien. Toen, dat is een heel bekend verhaal, toen gingen ze naar een pub in Cambridge. En toen fluisterde de een tegen de ander, ik denk dat we het geheim van het leven hebben ontdekt. Oh, ja. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat je dat, als je dat voor het eerst ziet, dat je dan denkt, dit is het. Dit heeft nog nooit iemand gezien en dit is het geheim van wie wij zijn. Nou, eigenlijk is in dit veld, de laatste 10 jaar is het echt revolutionair veranderd, het hele veld. Want toen ik begon met het onderzoek, toen was het meest voor de hand liggende wat je toen deed, dat was erfelijkheidsonderzoek, maar dan met tweelingen. En dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen of iets erfelijk is of niet. En je kunt er ook nog een getal aan hangen. Dus je kunt zeggen, nou, IQ 80%, autisme 50%. Die getallen kun je met tweelingonderzoeken, familieonderzoek, kun je die onderzoeken. En toen bleek dat we ook nog in DNA zelf konden kijken. Maar dat was op een heel kleine schaal. Dus dan konden we één gen bekijken bijvoorbeeld. Dan moest je van tevoren selecteren, dit vind ik een interessant gen. Dat is natuurlijk een beetje raar, want je weet helemaal niet welk gen van belang is. Nee. Dus die moest je dan kiezen en gaan genotyperen in een klein sample van 50 mensen ongeveer. En dan deed je een simpele associatie. Dus je keek welke variant komt het meeste voor in de ene groep en minder voor in de andere groep. Nou ja, dat was heel in het begin. Toen waren allerlei nieuwe technieken ontwikkeld in het lab, waardoor je dat wat beter kon doen. En toen in de jaren, in het begin van deze eeuw, toen was echt een revolutionaire nieuwe techniek ontwikkeld in het lab. Waardoor we in staat werden gesteld om op grote schaal bijna al deze letters te gaan genotyperen. Voor heel weinig geld ook. En toen konden dus ineens in honderden of duizenden mensen al die letters gaan doen. Het is betrouwbaar omdat onze steekproeven zijn veel groter geworden. We hebben veel meer data. Dus in het begin moest je kiezen en dan miste je natuurlijk al die andere dingen die je niet kon bekijken. Nu kun je dat allemaal bekijken. Dus het is betrouwbaarder, het is veel preciezer en het is veel grootschaliger geworden. How about this for an unconventional holiday gift? For just $99, you can tell someone close to you whether he is likely to die of cancer or Alzheimer's, along with a forecast of when that might happen. It's not tarot cards, it's the most personal scientific fortune telling there is, genome mapping. The home testing service 23andMe has mined the DNA of more than 180,000 customers for genetic predispositions and likely future ailments. The company's reports reveal a host of data, including your likelihood of Parkinson's,
license or drug addiction. Marked down from $300, the $99 price comes courtesy of a generous new round of funding for the venture and declining technology costs. 23andMe ultimately hopes to reach 1 million customers who don't mind a particularly stark look into the crystal ball. Want more technology? We're breaking down the latest trends in store. Hey, weet je, als ik net zit te kijken naar zo'n filmpje, is wel een vraag die ik stel van, moet je dit allemaal willen weten? Ja, dat is natuurlijk een valide vraag. En ik denk dat het ook van je persoonlijkheid afhangt. Sommige mensen willen dat heel graag weten, anderen willen dat helemaal niet weten. En wat ik van belang vind, is dat mensen weten hoe ze dit soort dingen moeten interpreteren. He, dus dat je weet, als er staat je risico is 2 keer zo hoog geworden, dat dan je risico omhoog gaat van 1% naar 2% in sommige gevallen. En dat je dan nog steeds niet een heel hoog risico hebt op een bepaalde ziekte. Ja. Dus je moet niet schrikken van de rapportjes. Het moet niet je leven ineens gaan bepalen. Het enige wat we nu weten is van nou, op chromosoom X ligt een gen voor diabetes bijvoorbeeld. En we weten welke locatie. We weten precies als op deze locatie een C of een T is, dan heb je een verhoogd risico of het is beschermend. Maar we weten helemaal niks over de biologie. We weten alleen maar, die letter is veranderd, maar wat doet het dan? Dat weten we niet. Dus dat is de volgende stap. En dat betekent dat we functioneel onderzoek moeten gaan doen. En we zien nu ook een verschuiving van ons veld, van de humane genetica, veel meer toe naar de biologie. Want de biologie heeft alle technieken in huis om functioneel onderzoek te doen. En om te kijken, wat gebeurt er nou in de hersenen bijvoorbeeld, als je in plaats van een C een T hebt op deze positie. En dan kun je kijken van, zijn de verbindingen misschien anders? Of gaat de informatieoverdracht sneller? Wat gebeurt er eigenlijk? En dat is natuurlijk de volgende stap. Dat we echt willen kijken, we weten nu welke genen zijn het, welke varianten. En nu willen we weten, wat doen die varianten dan? Dus dat is de volgende stap. En de stap daarna is, hoe kunnen we dat dan beïnvloeden? En dan kom je bij farmaceutische industrie en bij therapie- en behandelmethodes. Als ik aan het einde van mijn carrière terugkijk en kan zeggen, voor één bepaalde ziekte zijn we zover gekomen, over 30 jaar, dan voel ik me geslaagd, zeg maar.